We zijn in Engeland om een paar huizen van de National Trust te bezoeken en daar de Spirit of Place te voelen. Maar de schilderijen die we zoeken, die zijn daar niet. Voordat de tentoonstelling naar het Mauritshuis kwam, was hij al te zien in de Holborn Museum in Bath. Daar zijn we nu. In de huizen van de National Trust is zoveel te zien dat je soms wordt overweldigd door al dat moois. Dat betekent dat het soms ook moeilijk is te focussen op de schilderijen die er zijn tentoongesteld. En in de tentoonstelling in het Mauritshuis kan je dat wel doen. Goed alle aandacht laten uitgaan naar die werken. Waaronder dit topstuk van Gerrit ter Borch. Een meester die uitblonk in het schilderen van satijn. Schitterend satijn, dat was zijn handelsmerk. En ja, dat is gewoon echt fantastisch om te zien. Ik sta hier voor het mooiste schilderij in de tentoonstelling. Een werk van Albert Cuyp. En we zien Dordrecht afgebeeld. De stad waar hij zijn hele leven gewoond en gewerkt heeft. Hij heeft dat vaker geschilderd, maar nooit zo mooi als hier. Want het licht op dit schilderij is echt ongelooflijk mooi uitgevoerd. De Engelsen vonden dat ook, want in de 18e eeuw zijn alle goede werken van Cuyp opgekocht in Nederland. Die kwamen in Engeland terecht. En in Nederland is Cuyp eigenlijk niet goed te zien. En in het Mauritshuis kunnen we echt alleen maar dromen van zo'n mooi schilderij. Veel van die schilderijen zijn gewoon in Holland gemaakt en vonden hun weg naar Engeland. Maar er zijn ook genoeg schilders die de oversteek maakten, zelf. Minder concurrentie in Engeland, dat was natuurlijk ongelooflijk interessant en spannend. Ze vielen veel meer op bij de adel en aan het hof. Maar daarnaast kwam ook nog 1672, het rampjaar. Economische malaise in Holland dreef heel veel schilders naar de overkant. Sommige daarvan zijn nog altijd bekend, zoals vader en zoon Willem van der Velde. Zij maakten zeegezichten en die zijn nog altijd bij iedereen bekend, in Nederland en in Engeland. Andere kunstenaars zijn we een beetje vergeten, bijvoorbeeld Simon Verels, de maker van dit portret. Hij was begonnen als stillevenschilder en dat zie ik nog steeds in enkele details van het schilderij. Kijk bijvoorbeeld naar de kwasten van de kleding.